Allemaal, ik had laatst een live willen geven op de groep van Angela's Hobby Corner. Op donderdag hadden we die gepland, maar helaas was er een dubbele afspraak, dus ik moest plaatsmaken. En omdat het een beetje lastig is om een nieuwe live in te plannen met het drukke schema wat ik heb en zojuist een klant heeft afgezegd omdat ze ziek was, dacht ik, ik maak gewoon een filmpje en dan ga ik in het projectje maken voor jullie. Wat ik in de live wilde doen, zodat jullie hem eventueel ook kunnen maken op een ander moment. Wel niet zo gezellig als een live, maar ik kan jullie toch iets leuks laten zien. En misschien vind je het ook leuk om te maken. Wat ik wilde maken was deze loaded envelope. Het is een drielaags. Ik heb hem met harmonica gedaan, dus je kunt hem, als je hem niet te vol doet, ook mooi versturen. Hij is niet... Niet zo heel erg groot. Past in een klein brievenbusdoosje. Ja, en als je hem natuurlijk vult, helemaal dik, dan kan je hem ook leuk cadeau geven. Maar je kunt hem ook wat dunner vullen en dan kan je hem mooi opsturen. Wat ik gebruikt heb, is kartstok van Angela. Gewone witte heb ik gebruikt. Ik heb voor het designpapier dit leuke blokje van... Ik heb hem helemaal vies, zie ik nou. Maar van Craft, het Consortium. De Cottage Garden. En er staan hele leuke... hier zijn restjes nog. Maar leuke plaatjes in die je kunt gebruiken. Er zitten ook kaartjes in. Hele schattige. Precies passend bij het thema Sweet. En hele leuke designpapiertjes met bijtjes. Echt al een beetje ook voor de lente. Vogelhuisjes. Een pagina met allemaal lente tekstjes. Allemaal leuke bladzijden. Dus die heb ik gebruikt om alles mooi te versieren. En ik heb nog wat houten elementjes van het setje Cottage Garden gebruikt. En even kijken. De labels. Die heb ik gestanst met deze mooie mijn lievelingsstansen set. Die ik van Angela heb gekregen. Big Dice Labels en Tags van Crealise. En het nummer... Is dat dit? Dat is deze. Ik denk dat je met deze code hem kunt vinden bij haar in de shop. Ik zal hem even uitpakken. Ik heb hem gemaakt voor een kindje. En ik heb er een stickerboekje. De voorkant heb ik mooi versierd met het designpapier. Hartjes, die-cuts en een van de plaatjes uit het boekje. Nou, de tekst zijn nog wat simpel. Daar kan nog eventueel wat op. Hij wil er niet uit, want ik heb ze een beetje vastgeklemd. Het is gewoon een tekst met de gezellige tulpjes. Maar hier kun je natuurlijk nog iets leuks op zetten. Misschien als het voor een verjaardag is, happy birthday of zoiets. En achterop kan je dan je groetjes schrijven. Ik heb er een schutzakje gemaakt. Ook met de wooden shape, een die-cut, mooie kaartje uit het blok. En dan heb ik nog twee lollipops. Dit is een echte lollipop met een doily. Ook weer het houten, een houten elementje. Een strook papier die je zigzaggend opgevouwen hebt. Die ik op heb gevouwen. En pailletjes. Deze gezellige lollipop. En deze met, heet dat, siniele draad. Opgedraaid op een pen. En dan mooi opgeplakt en een leuke strik eronder. En dan blijft dus dit over. Ik heb nog leuk met een beetje restjes lint de paperclipjes gemaakt. Zodat je alles leuk vast kan zetten. En er kan nog een reep chocolade of iets anders lekkers bij in. Dus van, dan blijft dit over. En deze basis, die wil ik graag met jullie gaan maken. Ik leg even deze spulletjes aan de kant. Straks weer mooi in elkaar kan zetten. En dan beginnen we met het kartstok. Het eerste stuk wat we gaan maken is de grote achterkant. En daarvoor hebben we een stuk kartstok nodig van 18 centimeter hoog. Keer 29 centimeter breed. Ik schrijf het even voor jullie op. Kun je eventueel ook
overschrijven en dan later gaan maken met je eigen aantekeningen erbij. Dat vind ik zelf altijd fijn om te doen. En dan pak ik mijn snijrailmachine van Vase erbij. En dan ga ik hem dus inderdaad snijden op 29 centimeter. Keer 18 centimeter. En dit stuk gaan we rillen. Dat ga ik ook even opschrijven voor jullie. Rillen hem op de lange kant op 1, 2, 3, 15, 16 en 17 centimeter. Dus op 1, 2, 3. 15, 16 en 17 centimeter. Dat ga ik eerst even doen. Op 2. Op 3. En dan op 15. Op 16. En op 17 centimeter. En dan op de, moet ik even kijken, de korte kant. Dat schrijf ik ook even voor jullie op. Korte kant. Rillen we hem op 1, 2 en 3 centimeter. Op de korte kant op 1, 2 en 3 centimeter. En 3 centimeter. Nu gaan we stukken wegknippen. Even goed nadenken. We laten hier zitten de smalle rillijnen aan de rand. Ja, dat kan je zo zien. En daar het grootste vak aan de zijkant. Onder het grootste vak blijven de 3 centimetertjes hieronder zitten. En al dat andere daaronder gaat weg. Dus ik knip hem hier even licht goed, want anders zie ik mijn rillijn niet. Ja, hier knip ik hem weg. En dan helemaal naar de andere uiteinde gaat er af. Zo. Dan houden we dit over. Zo. En dan moet er nog hier in het laatste centimetertje de hoekjes vanaf. Want dit worden plakrandjes. En dat doe ik ook bij de onderste centimeter. Want ook dit wordt een plakrandje. Dus dit is wat je uiteindelijk overhoudt. Een plakrandje en de diepte van de envelop. Die diepte hebben we hier ook. En die hebben we aan de onderkant met weer een plakrandje. Dan gaan we het tweede vakje maken. Daar heb ik weer een stuk kartstok voor nodig. En dit stuk wordt 13 centimeter. Waar let ik mijn potlood? Oh hier. Dit wordt een stuk 13 centimeter keer 16 centimeter. 13 keer 16. En dat is 16 in de breedte, 13 in de hoogte. En dan gaan we weer aan 3 randen, dus aan de 2 lange kanten komen rillijnen en aan de korte kant komt de rillijn. Alle 3 op 1, 2 en 3 centimeter. 1, 2 en 3.
En op de lange kant aan beide zijden 1. Twee en drie. Dan draai ik hem een halve slag om en dan ook weer op 1, 2 en 3 centimeter. Dus dan hebben we aan de bovenkant geen rillijnen, aan de onderkant 3 rillijnen en aan beide zijkanten 3 rillijnen. En dan gaan we de vakjes met al die vierkantjes, die 9 vierkantjes, die mogen aan beide zijden eraf. Dus die knip ik ook weg. Zo, dan hebben we dit. En dan worden alle drie de uiterste centimeter randjes worden weer lijmranden. Dus daar knip ik weer kleine driehoekjes van af. Dus op deze manier. Dus alle buitenste randen worden lijmranden, die knip ik een beetje een klein hoekje vanaf. Dan hebben we nu nog één stukje kartstok nodig en die wordt 14 keer 8 centimeter. Met potlood 14 keer 8 centimeter. 14 keer 8. Wacht even hoor. Ik weet even niet zo goed hoe ik dat andere moet opschrijven. Dit is 14, dus dan kan ik zo 8 centimeter snijden. En zo 14. En dat is dan weer 14 centimeter breed. En 8 centimeter hoog. Dus we houden het stukje kartstok op deze manier. En dan gaan we weer op de korte kant 3, of op de lange kant 3 centimeter aan beide zijden rillen. En weer aan de onderkant. Dus weer op 3 zijden rillen we op 1 centimeter, op 2 centimeter en op 3 centimeter. Op 1, op 2 en op 3 centimeter. En weer een halve slag draaien. En dan weer op 1, op 2 en op 3 centimeter. En ook bij deze gaan we hier weer die 9 vakjes van vierkantjes gaan we eruit knippen. En weer plakrandjes maken door een klein hoekje af te knippen van de uiterste buitenste centimeter rand. En dan ziet het er zo uit. Ik ga heel even een beetje de spulletjes, de kleine snippertjes weggooien. Zo. En dan gaan we nu het designpapier snijden voor hier, daar en daar. En voor de achterkant. Dus we hebben 2 stukjes designpapier nodig voor de grootste zometeen. En die snijden we op. Maak ik even een nieuw briefje. Designpapier. Voor de grootste wordt dat 2 stukjes van 11,5
keer 14,5. Voor de middelste wordt dat 1 keer een stukje van 9,5 keer 9,5. En voor de kleinste, even spieken. Voor de kleinste 1 stukje van 4,5 keer 7,5. Ja. Dus deze maten. Voor de grootste 2 keer 11,5 keer 14,5. Voor de middelste 1 keer 9,5 keer 9,5. En voor de kleinste 1 keer 4,5 en keer 7,5. En dan ga ik weer doen van dit leuke blokje. Ik wil deze keer iets anders. Andere kleurtjes gaan proberen. Even kijken. Wat zal ik eens kiezen? Ik denk dat ik deze voor de grootste wil gebruiken met die teksten. Er staat springtime, sunshine, spring has sprung, buzzy bees, tulips, daffodils. Superleuk. Altijd goed, zo'n papiertje. Wat past daar leuk bij? De middelste de vogelhuisjes, denk ik. En op de kleine. Even zien. Heb ik nog iets van een restje wat er leuk bij zou passen? Niet echt, hè? Het zijn allemaal een beetje smalle stukjes wat ik over heb. En de verkeerde richting. Zou deze passen? Misschien dat deze past. Straks even kijken. Moest zijn 4,5 keer 7,5. Ja, gaat lukken. Dan ga ik lekker een restje opmaken. Dat is altijd fijn. Goed, dan gaan we deze snijden op 11,5 in de breedte. Keer 14,5. Zo. En dat doen we dan twee keer. 11,5 in de breedte. 14,5 in de hoogte. Zo, en dan de middelste werd 9,5 keer 9,5. En die kleine 4,5 keer 7,5. Onderkant klopt. Want er staat zo'n tuintje op. En dan vond ik het wel leuk dat die onderste heel blijft. Zo, en dan kan deze even aan de kant. Zo, heb ik mijn schaartje nodig. Tape. En mijn vouwbeen. En dan ga ik deze erop plakken. Dus gaan we alles beplakken met een beetje tape. Die al op is. Pak ik natuurlijk wel heel slim. Nou, een nieuwe. Even kijken. Deze is een beetje smaller, maar dat is niet zo erg. Oh, wat suf jongens. Ik had helemaal niet door. De camera was ermee gestopt. Nou, gelukkig zag ik het relatief op tijd. Ik heb alleen nog maar deze in de tussentijd erop geplakt. Gewoon met tape ook op de middelste het 9,5 bij 9,5 stukje designpapier op dat middelste pocket. Dus ik heb nu deze twee. En ik ben nu bezig met de grote pocket beplakken. Op de achterkant wil ik graag de witte kant van het springpapiertje gaan gebruiken. En aan de andere kant de gele kant naar voren. Omdat ik in eerste instantie dit in mijn hoofd had. Maar het vind ik toch een beetje fletsig.
En daarom heb ik besloten om zo de pockets op elkaar te gaan gebruiken. Ziet er toch lekker wat frisser uit. Dus ik ga even verder, want ik had hier al drie strookjes tape opgeplakt. En gelukkig zag ik het niet aan het einde passen dat hij gestopt was. Maar op zich hebben jullie niks gemist, gelukkig. Zo. En het laatste stukje. Even stevig aanwrijven en dan kunnen ze er af. En dan de tekst niet op zijn kop natuurlijk. Zo, aan de voorkant en dan deze aan de achterkant. Ook mooi recht natuurlijk. Even de snippers weer in de prullenbak. Zo. En dan gaan we alles vouwen. Daarvoor draai ik hem even op zijn rug. En we beginnen alle rillijnen eerst naar binnen. Dan weer naar buiten. Dus we beginnen met een bergval. Vouw. Bergval. Berg. Vouw, dalvouw en weer een bergvouw. Dat doen we ook met die rillijnen aan de binnenkant, in het midden. Zoals een zigzagje. Ziet er zo uit aan de bovenkant. En dan hier aan de buitenste ook. Naar binnen, naar buiten en weer naar binnen. En dan gaan we dit zo meteen zo in elkaar plakken. Maar je ziet dat in de hoeken gaan ze elkaar dwars liggen. Dus daarvoor gaan we die onderste flap, die kleine flap, die vouw je dubbel op deze manier. Dus dan is die één keer dubbel gevouwen. Dit stukje leggen we even plat, het lijmrandje plat tegen je designpapier aan. En dan knip ik hier een driehoekje uit. Knip je vanuit de buitenste vouwrand naar binnen. Aan de andere kant hetzelfde. En dan ziet het stukje er dus zo uit. En als we dan nu in elkaar zouden vouwen, dan valt die zijkant mooi in dat uitgeknipte driehoekje van zojuist. Ik hoop dat het een beetje duidelijk zichtbaar is. Maar dan zitten ze elkaar niet meer dwars. En dan kan je hem dus mooi eventueel plat drukken. En dan als je hem niet te dik vult, dus plat versturen als je hem op wil sturen. Die lijmrandjes krijg je natuurlijk een beetje lijm. Ik heb weer mijn flesje bijgevuld met de Dutch Doobadoo lijm. Met het naaldflesje. Angela heeft ook naaldflesjes. Ja, zorg je dat je gewoon precies genoeg lijm gebruikt. Maar nooit te veel. Heb je ook niet dat er altijd van die lijm tussenuit gedrukt wordt. Als je hem lekker aandrukt. Dus ik ben heel erg blij met van die naaldflesjes. En het is ook veel zuiniger. Want al die lijm die je natuurlijk anders te veel zou gebruiken. En in een tissue moet wegwrijven, die blijft nou mooi in het flesje zitten. En kun je gebruiken voor de volgende keer. Dus ook is het zuiniger. Nou, vouwen in elkaar. Even een beetje priegelen.
En dan kan je hem mooi plat aandrukken. En dan is je grote pocket is al klaar. Die zetten we even opzij. En dan gaan we naar de middelste maat. Die leg ik ook weer op zijn rug. En ga ik alle rillijnen vouwen. Eerst naar binnen. Dan naar buiten. En dan weer naar binnen. Andere kant ook. Naar binnen. Naar buiten. En weer naar binnen. En de onderkant hetzelfde. Naar binnen. Naar buiten. En weer naar binnen. En hier gaan we ook weer hetzelfde doen met het onderste flapje. Vouw je eventjes de lijmrand tegen je designpapier aan. En knippen we weer een hoekje af. Zodat die weer mooi, zoals bij de andere kant, mooi in elkaar gevouwen kan worden als die straks opgeplakt is. Dus is ongeveer een centimeter is die lang, dus we gaan ook een centimeter ongeveer naar binnen. En dan heb je mooi voldoende ruimte gemaakt voor dit in elkaar te vouwen. Zo op deze manier. En wat ik nu ga doen is deze straks daarop plakken. En dan doe ik eerst een klein beetje lijm op dat puntje van de lijmrand. Dan krijg je al meteen mooi die hoek erin. En dat is straks gemakkelijker met het opplakken op die andere pocket. Dus in beide kanten vouw ik ze eerst even in elkaar met alleen deze vouwlijm of deze lijmrand nog naar buiten. Een klein druppeltje lijm op die lijmrand op dat hoekje. En dan vouw ik hem zo. Even vasthouden dat het zo kan drogen. En dan zit hij mooi al in vorm. Hij wilde nog even niet drogen. Nou, ik heb denk ik te weinig lijm. Ik ga het nog een keer proberen. Zien we het andere kant. Het is nog maar een klein puntje natuurlijk wat elkaar raakt. Nou. Ja. Kijk, en dan ga ik hem nu hier zo opplakken. En dan in de breedte zit hij aan beide zijden ongeveer een centimeter. Is die smaller. Aan de onderkant leg ik hem gelijk. En je kunt hem natuurlijk ook wat hoger plakken, maar het leuke daarvan om ze allemaal tegelijk te plakken, dus dat ze hieronder even hoog zitten, is dat hij mooi kan blijven staan. En dat is ook wel grappig. Dan kan je hem echt neerzetten en dan blijft hij gewoon mooi rechtop staan. Dus dat ga ik doen. Hier aan alle lijmranden weer wat lijm. Kan hem mooi in zijn zigzag mooi plat vouwen en aandrukken aan de buitenkant. Je hoeft niet erin te mieren met een liniaal of iets anders. En hem mooi plat drukken en dan zit deze er ook op. En dan de laatste, eigenlijk heel simpel, op dezelfde manier weer. Inmiddels is die wel bekend, denk ik nu. Naar binnen, naar buiten en weer naar binnen. Zo,
En ook de onderkant. En hier gaan we ook weer die driehoekjes uitknippen. Dus je vouwt hem dubbel met de lijmrand tegen je designpapiertje aan. En knip ongeveer een centimeter naar binnen de hoekjes eraf. En dan plak ik ze weer in de hoekjes een beetje vast, zodat ze mooi en gemakkelijk op de andere pocket geplakt kunnen worden. Klein beetje lijm in de hoekjes. Even vasthouden. Zo. Oh, schiet die weer los. Iets meer geduld. Oh, ik heb hem hier zo in elkaar gevouwen. Ja, dat hij dus niet meer open kon. Dat is niet zo handig. Zo dus. En dan weer lijm op de randjes. Pockets er weer bij in het midden van je middelste pocket en gelijk met de onderrand. Zo, en dan is de basis van deze loaded envelope klaar. Nou is het nog een empty envelope, maar dan gaan we mooi versieren. En allemaal leuke dingetjes erin maken. En dan hebben we een lekkere lode. Nou ja, sweet lente thema. Want ja, dit is natuurlijk lente. Maar al die leuke die-cuts en plaatjes maken ze maakt hem schattig. En sweet voor dit thema van maart. Ik ga lekker op mijn gemakje hem afmaken. En laat hem jullie zien op de groep. Alvast bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben reuze benieuwd of er mensen hem ook gaan maken en wat jullie er allemaal in stoppen. Want ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk misschien dat ik er weer nieuwe dingetjes door ontdek. Dankjewel, fijne dag, doei doei!